De narcotica brigade heeft afgelopen zaterdag verschillende drugsoorten vernietigd te krakken in het district Para. Milton Bisschop, inspecteur derde klasse van de politie, geeft aan dat het gaat om meer dan 180 kilogram cocaïne in vloeibare en vaste vorm. Cocaïne in vaste vorm, 158,1 kilogram. We hebben cocaïne in vloeibaar vorm, gaat dan om 31.935 milliliter. We hebben dan de marijuana, 64,6 kilogram. We hebben de hash, 6,6 kilogram. De ecstasypillen, we hebben 10.738 ecstasypillen die nu worden vernietigd. En we hebben metam, of meer bekend in de volksmond als sucro, 55,22 gram. Dit zijn allemaal drugsoorten die nu worden vernietigd. Bisschop zegt dat de drugs zijn onderschept tijdens repressieve en preventiewerkzaamheden van de politie. Hij legt uit dat de drugs wordt verbrand zolang het Openbaar Ministerie daartoe toestemming heeft verleend. Wat ik wel kan meegeven is dat het repressief en het preventief beleid van de politie gericht is om zo veel mogelijk de drugscriminaliteit in de ruimste zin aan te pakken. Als ik nu zou zeggen er is sprake van een daling, een stijging, zou ik dan vergelijkingen en zou ik dan de statistieken moeten raadplegen. Helaas zijn we nu niet op locatie om de statistieken te raadplegen, maar wat van belang is dat de narcotica brigade met voortvarendheid werkt, natuurlijk met de externe actoren in interne actoren om opheldering te brengen en zoveel mogelijk de drugscriminaliteit te ontmoedigen. En ik moet ook meegeven dat achter de schermen we flink aan de weg timmeren. We kunnen niet alles in dit stadium prijsgeven, maar het is een kwestie van tijd dat ook gezochte criminelen, drugscriminelen, achter slot en grendel worden geplaatst. De verbrande drugs is volgens de politietopper onder meer op de luchthaven in beslag genomen en bij verschillende invallen.